publiek scandeert het woord jagen. Maar Feyenoord doet dat niet. Laat dit tik het getik. De fout. Wacht de Feyenoord daar. Guidetti. Guidetti. Dat maakt wat los op de tribunes. Anita. Anita. Anita komt al heel ver, hè? Mulder. Die Anita komt toch zo'n beetje van zijn eigen speelhelft af. Vertongen. Nou, nu hij dan. Klaasie, terwijl voor het doel van allerlei schermutselingen gaande zijn. Maar ook hier wordt bewezen dat niet iedere corner direct een doelruiter kans oplevert. Altijd wel veel druk. Eriksen. Eriksen. Oh, hij zit erin. Wat een fantastisch doelpunt van hem, zeg. Het antwoord op de hoekschop. Het snelle uitkomen van Ajax. En de puinhoop die er dan ineens bij Feyenoord ligt. Die Eriksen gaat zijn gang. En die schiet dus in. Schaken. Schaken. En Fernandes. Eventjes. En de redding. Anita ligt op de grond. Hij gaat weer staan, al is het met een pijnlijk gezicht. Anita. Kans. Dat is voortreffelijk, Mulder. Vertongen, gaan we er recht uit, denkt hij. En dan Soleimani, Mulder ook. Goed buiten het strafschopgebied. En dan dit is de mogelijkheid voor Feyenoord. Vier man voor, vier verdedigers ook wel daar tegenover. Schaken, Guidetti. Guidetti en geen strafschop. Jawel, een strafschop. Vertongen denkt van wat heb ik dan misdaan? Let op Vertongen. Ik ga naar de bal, denkt hij. En maakt ook contact. Guidetti. 1-1. Hij wist precies hoe hij het zou doen. Een vlekkeloze uitvoering van een strafschop en een getergde Vertongen. Klaasie. Ja, Bakal. Maar ja, hij zit er dan toch in. Het heeft even geduurd, maar dan was hij er toch weer voor het tweede doelpunt. Dit is de koppel van Bakal. En dan, achter de rug van iedereen om, gaat de zweet. Eerst Vermeer. Dan rolt hij, dan mist iedereen daar achterin. En dan is het raak. Schaken. Schaken. En Fernandes. En hij staat er. Meebewegend op de lijn Vermeer. Houdt een derde treffer tegen. Guidetti. Schaken. Schaken. Daar is die actie die hij kan maken. De kopbal. En voorbij aan Bakal. De kopbal eerst van Fernandes. Martin Cindy. Liet Fernandes komen. Die draait weg bij Anita. Fernandes. Fernandes. Wat wil hij graag? Dit is overzicht. Bakal. Bakal. 3-1 voor Feyenoord.
Hij stond erbij. Hij was aan het mikken. Hij was aan het denken. Oh, wat gebruikte hij toch een tijdbakkel. Fernandes. Hij wil. Maar hij bewaart de kalmte. En ziet dat het niet kan. Dit kan wel. Bakkel. Is het gedaan? Zo'n wedstrijd. Met 3-1. Klaasie. Nelom. Ja, Mulder. Oh, Mulder, wat doe je? Stom. Ja, dit is Bulikin en dit is 3-2. 3-2. Bulikin, ja. Pak maar op zo'n bal. Hij moet nog een minuut of 10 ruim mee, hoor, die Mulder. Zoals heel Feyenoord dat moet. Maar nu weer met een voorsprong die beduidend minder leuk lijkt. De voorsprong hangt nu aan een dun draadje. Aarseling bij Leerdam. Schaken. Dit is geen buitenspel. Bokotja, Guidetti, Cissé, Guidetti. Oh, het hangt niet meer aan een draadje. Het hangt weer aan een kabel. Hij dankt iedereen die hem zo gauw bij hem te binnen komt. 3 goals. 4-2. Blijft hij achter het lijntje? Ja, en scoort hij? Ja. Het eindsignaal is hier. En het bericht in de Nederlandse Eredivisie is: als er bespiegelingen zijn over een landskampioenschap, dan zijn die bespiegelingen talrijk. Maar Feyenoord wil dan in ieder geval ook nog wel eens eventjes genoemd worden. Ajax en Feyenoord. Hier in de Kuip was er verschil. 4-2, dat is de winst. Dat zijn de cijfers die uitdrukken dat Feyenoord hier in de Kuip sterker was.